De gemeente Dordrecht wil 3 miljoen euro terug van het Rijk omdat zij onder druk van het kabinet een gunstig contract heeft opgezegd met gasleverancier Gazprom, terwijl dat achteraf niet nodig bleek. Gazprom is deze week namelijk genationaliseerd door Duitsland, waardoor het bedrijf niet langer onder de sanctiemaatregelen valt tegen Rusland. Achteraf bleek dat het besluit van het kabinet niet verstandig was. Er was al veel discussie over. Nederland was ook het enige land in de EU die hier zo op deze manier mee omging. Dus ze hebben een fout gemaakt en dat moeten ze nu gewoon netjes rechtzetten. Want wij waren verplicht om dat contract op te zeggen, hebben daardoor financiële schade opgelopen. En dat moet hersteld worden. En dan gaat het over de energiecontracten met het museum, de sportboulevard, denk aan het energiehuis, denk aan het stadskantoor waar we nu zijn, de stadsboerderij. Al die energieaansluitingen vallen onder één groot gemeentelijk contract. En dat hebben we opnieuw moeten afsluiten en dat kostte heel veel extra geld. En achteraf was dat niet nodig en het kabinet moet dat nu netjes rechtzetten. We trekken daar binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten nadrukkelijk gezamenlijk op. Dat gesprek loopt nu met Rob Jetten. Die heeft nu ook in een Kamerbrief al aangegeven, we gaan gemeenten gedeeltelijk compenseren. Nou, wat ons betreft moet dat gedeeltelijk weg, moet de gemeente gewoon gecompenseerd worden. En dat moet gewoon netjes rechtgezet worden, daar staan we stevig in. En ik verwacht dat het kabinet zich hier ook een betrouwbare overheid zal tonen, ook naar de mede-overheden zoals de gemeente. Want anders zal dat de relatie bepaald geen goed doen.